Hallo dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag gaan wij fotograferen in het bos. Ik loop er nu naartoe. En zoals je merkt, weinig schokkende beelden. Ik ben wat meer aan het oefenen met de gimbal, zodat ik nog stabieler beelden voor jullie kan maken. Ik hoop dat jullie tot nu toe een hele goede week hebben. Ik in ieder geval wel. We pakken eens even voor de verandering het andere bospad. Het komt uit op hetzelfde bos, maar het pad er naartoe is dus anders. Ik heb nu al 3 composities kunnen vinden, dus daar gaan we mooi gebruik van maken. Ik dacht even om door te lopen, maar het is te zonde om de composities te laten liggen. Voor de eerste compositie ga ik deze boom op de foto zetten. Zoals je ziet valt er weinig aan te zien. Het is eerder een kale stam, maar door de takken die als een punt naar elkaar toe lopen, dacht ik van ja, dit moet een leuke compositie gaan worden. En dit gaat mijn volgende compositie worden. Zoals je ziet is er een heel stuk open water en zijn er wat mooie lelies te zien. In elk geval ga ik eens kijken wat ik met deze plek kan. Maar ik heb wel wat leuke ideeën. Moet je eens kijken hoe schattig, joh. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar op het moment dat ik diertjes zie, dan word ik helemaal rustig. Dus ik ben blij dat ik momenteel op een boerderij werk. Oh, dit is wel een plaatje hoor, jongens. Op deze plek heb ik nog niet zo heel veel foto's gemaakt. Dus binnenkort ga ik daar zeker een vlog over maken. Ik heb vandaag foto's gemaakt waar ik achter sta. Kijk, een foto kan altijd beter, maar soms is het ook gewoon goed. En moet je gewoon niet te moeilijk gaan lopen doen. Een leuke plaat is wanneer je zelf achter staat, vind ik zelf. Laat ik dit nou niet genoeg tegen mezelf zeggen, maar ik zeg het wel tegen jullie. Ik heb nu nog een half uur om de vlog te editen. Dus ik zie jullie zo meteen bij de opening van deze video. En dan zeg ik, zoals altijd, see you later!